mango's en ananasjes en flamingo's en dat soort dingen. Ja, ja. En hij heeft een hele mooie jurk aan, hè? Mooi. So, dinner is ready. We hebben lekker linzensoep. Goedemorgen, jongens. Ik heb de afgelopen dagen niet gevlogd. Want Ilana was echt super ziek. Dat heb je kunnen zien in de vorige vlog. En toen werd zij een beetje beter en toen werd Mies ziek. En nu is het vrijdag en Ilana is wel beter. Maar die moet echt nog even aansterken. Die is echt best wel veel afgevallen. En het is al een klein popje. Mies is nog steeds wel ziek. Geen verhoging meer. Maar ik denk dat ze last heeft van tandjes. Dus ja, het zijn drukke dagen geweest. Dus vandaar dat ik niet gevlogd heb. En dat we nu maar een weekendvlog doen. Ik moet nog douchen. Maar ik ben beneden druk bezig met een beetje puinruimen van de afgelopen dagen. Dus ik dacht, ik ga heel even mijn gezicht doen. Maskertje ook doen. En als ik straks ga douchen, dan kan ik dat eraf halen. En dan doe ik gewoon een overnight masker of zo. Even kijken wat ik heb. Ik ben intussen ook nog gewoon aan het werk. Want ja, dat loopt ook natuurlijk. Dus ik ben echt van hot naar her aan het gaan. Maar ik moet zeggen, ik slaap wel op tijd de laatste tijd. Of de laatste paar dagen. Want anders trek ik het niet. Moet ik wat in het haar gaan doen? Oh, ik heb het ook echt al te lang niet gewassen. Nou was ik het niet super vaak. Maar ik heb echt het gevoel... dat ik het even moet wassen. Nou, het ziet er nog goed uit, dus het valt mee. Ik moet ook nodig naar de kapper, maar mijn kapper is met vakantie. En ze doen het met z'n tweeën. Het zijn twee meiden die het doen. En die zijn dus beide met vakantie. Dus de kapsalon is dicht. Kijk, dus je ziet het zwart. Maar ik vind het zo'n mooie kleur. Ik wil het eigenlijk nog iets witter hebben. We hebben een eitje voor Ilayla. Wat ga ik eten? Ik moet eerst muziek op. Haha, oh, hij is nog heet. Haha. Bij je. Oh, die hebben een leuke dag dan mij. Weer een dag van mij. Oké, fresh and clean. Vandaag even geen make-up op. Ik heb het echt bloedje heet. Ik heb iets. Ik krijg heel vaak, moet je zelf weten natuurlijk, als ik dingen promoten, in vlogs of dat soort dingen. Ja, want je laat het alleen maar zien omdat je het krijgt en het is heus niet goed, blablabla. Weet je, zelf weten als jij die tijd aan mij wil besteken om te gaan haten. Maar toen dacht ik, weet je wat, ik laat ook even zien wat ik niet fijn vind. En ik ben even aan het zoeken, want ik had nog iets. Heb ik dat al weggegooid? Ja, dat heb ik gewoon al weggegooid. Want als ik iets niet fijn vind, gooi ik het ook gelijk weg. Dat is het beste. Oh, hier. Het is het beste wat je kan doen. Is je iets of iemand niet fijn vindt? Nee. We hebben hier de Revolution Eyebrow Gel. Tattoo. Maybelline had een tattoo brow. En Revolution heeft het ook. Ik heb het twee keer geprobeerd. En het bleef heel mooi zitten. En de volgende dag als ik had gedoucht was het weg. Dus deze gaat in de prullenbak. Ik had de kleur dark brown. Hij was heel mooi, maar hij pakte gewoon niet. En dan heb ik deze. Salt of the Earth Pure Aura Natural deodorant. Ik heb eentje in lavender vanilla. En eentje in melon cucumber. Dit is een spuit en dit is een rol. Deze, hij plakt onder je oksel. Je krijgt gewoon natte, plakkerige oksels van. Dat wil je niet met deo. Volgens mij moet je ook maar één keer spuiten of zo. Ik weet het niet. Maar ik hou van deo. Weet je, zo doen. En deze, ik vind ze gewoon niet fijn. Dus, dat was even wat ik niet fijn vond. Wat zeg je? Ik kom eraan. Oké, dus dan weet je dat. Deze vind ik wel heel fijn. Oh, ik hou van die t-shirt. Ik heb echt nu... Ik ga laten zien. Dit is nu echt mijn leven. Een lekker oversized t-shirt met een legging. Sokken. Fila Adidas Primark. Maar echt, I love it. En mijn spiegel is weer vies. Oké, we gaan weer naar de kindjes. Let's go. Nog even
dat raam open doen van ons. Oh, dit is echt zo'n goed iets om in je morning routine te brengen. Elke ochtend even alle ramen open. En ik moet dit bedje nog verschonen van dit kleine meisje. Oké, daar ben ik weer. Wie wilt wat? Wie heeft wat nodig? Een broodje met? Nee, hagelslag. Dan eten we aan de achtertafel. Wil je op de bank blijven zitten? Dan wordt het iets anders. Kipfilet. Kipfilet. En hoe voel jij je? Ben je al wat beter? Je zal wel denken, wat is dat ding in je hand? Niet deze, maar deze. Voel jij je al wat beter? Poegli? Jugli, poegli, moegli, poegli, 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 poegli. Ah, jugli, 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 jugli. Oh, lekker, lekker. Oké, één broodje kipfilet voor mevrouw Ilaila. Dat we een bord hebben. Ik weet niet eens hoe laat het is. Volgens mij is het al weer tijd voor koffie. Kwart of tien, tijd voor koffie. Oké, tijd voor avondeten. Ik maak aardappel wedges. En ik heb kip gyros. En verse boontjes. Morning. Ik loop nu op de... Oh, het gaat regenen. Ik ben op de fiets, maar ik ging lopen, want mijn fietsstoeltje zat niet goed. Maar ik ging in ieder geval mijn nagels even laten doen. Oh, kut weer. Ik zit in de trein. Ik heb mijn nagels gedaan. Een beetje oranje. Oh, dit is echt heel slecht licht. Oh, dit is beter. Kijk, nu kan je de nagels ook zien. Oranje-achtig. Beetje koraal. Super mooi. Ik zit in de trein naar Hoogezand. Ik moet even naar mijn vader. Dus ik moet even nog dingetjes doen. En dan weer terug naar Groningen. En ik heb alweer honger. Dat komt omdat ik heel druk bezig ben. En ik heb vet hard gefietst. Oké, guys, ik ben in de auto. We zijn omgekleed en wel. Ilaila heeft een hele mooie jurk aan, hè? Mooi. Ik heb me echt 3 keer omgekleed. Ik had het zo warm, dus ik ben lekker basic. Miesje is er ook, die zit aan de andere kant. Maar you don't see her. Verder is even cadeautje. Wat is dat met mannen? Dat ze alles last minute doen. Hij gaat nu nog een cadeautje halen, terwijl we nu naar de verjaardag gaan. Wie liet de scheet? Mies. Ah! Echt, ik vind dat zo bijzonder. Ik leg het even neer. Mijn vrouwen gaan altijd helemaal van tevoren. Kaartje, dit, dat, met z'n allen bespreken. Wat gaan we meenemen? Maar deze man, nee hoor. Die gaat nou nog. En ze weten niet eens, ja, hij gaat ze gaan een whisky geven met zeg maar, de jongens, zeg maar, allemaal. En dan weet hij niet eens welke. Like, do some research, man. In ieder geval, wij gaan naar de verjaardag. Ik zal even mijn bril afdoen. Dat is even wat netter. Dan kan ik jullie even aankijken als ik praat. Verjaardag. En ik zou, we hebben eigenlijk een bruiloft vanavond. En dan zou ik met mijn vader heen gaan. Maar mijn vader voelt zich niet zo lekker. Dus dat gaat niet door. Of in ieder geval, wij gaan niet heen. Dus dan is het vanavond een avondje chillings voor mij. En ik denk dat ik uiteindelijk gewoon ga werken. Oké, we zijn druk met bakken. Ik heb hier een brownie in de oven. Oeh, kijk dan, vet lekker. En ik ga broodjes maken. Ik heb linzensoep, die moet ik nog even afmaken. Die is even aan het afkoelen nu. Linzensoep met broodjes en gehakt. Ik ga die broodjes zelf maken. Dinner is ready. We hebben lekker linzensoep. Oh, het lekker een beetje donker. En broodjes met aardappelpuree, die komt er een beetje uit. En gehakt. Oh, zo, dan kan je beter zien. Hey guys, het is inmiddels bijna 1 uur en ik ben aan het werk. Ik heb heel wat video's die ik moet doen. En ik kan gewoon nergens de tijd vandaan halen om overdag te werken. Nu Leila ook nog vakantie heeft en weekend en alles. Dus ik ga een nachtje doorhalen. Dat betekent dat deze vlog uiteraard weer wat later is. Maar weet je, soms moet het gewoon even. Maar in ieder geval, ik ga wel de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen.
Abonneer op mijn kanaal en laat een leuke comment achter. En ik zie je in de volgende video. Doeg!